Goedemorgen douchies. Het is vandaag maandag. Welkom bij een nieuwe weekvlog. En zoals jullie zien ben ik nog steeds in Ibiza. Lekker chillen man. We gaan morgen alweer weg. Maar Vanisha die gaat vandaag weg. Dus vandaag gaan we gewoon lekker chillen bij het zwembad. Lekker relaxen. Gewoon lekker chillen man. Het is standaard lekker weer. Het is standaard. Lekker, lekker chillen, joe. Maar ja, dat is natuur toch, dames? Mattie, deze villa is zo tante, meis. Gewoon weer, gewoon even laten zien, man. Boem, lekker. We zijn nu op de airport, want we gaan Nish wegbrengen. Ik zeg eerlijk, jij was deze dag wel tante grap. Ja, ja. Daar hebben we een bril. We zijn weer lekker terug in onze villa. We gaan vandaag gewoon super rustig aandoen. Gewoon lekker in de villa chillen. Uitzicht genieten. Lekker man. We zijn nu eindelijk rond deze tijd gewoon thuis. Want al die dagen waren we niet thuis. En kunnen we hier dus mooi zonsondergang checken. Super nice. Zo, lekker man. Er is lekker gekookt. Agos katoen met salade. Lekker een meloentje geperst. Vers. Door de mevrouw cocktailmaker. Oké, zo. Turn up. Yes, afvallen. Ja. Automerk. Lassie. Audi. Nee, Chinese automerk. Toyota. Nee. Mag ik zeggen met het toiletter? Nee. Wat is dat letter? Ik heb Rome. Nou, ik lig weer lekker in bed. Dit is de eerste keer eigenlijk dat ik soort van de dag ga afsluiten. Want meestal ga ik gewoon slapen zonder zeg maar de dag af te sluiten. Maar ja, het is onze laatste avond in Ibiza. En de tijd is zo snel gegaan. Maar we hebben wel echt genoten. Morgen hebben we nog heel, heel de dag. Dus ja, lekker slapen. Tot morgen. Hoi. Het is vandaag dinsdag. Ja, dinsdag. En het is al 5 uur of zo. En we hebben eigenlijk gewoon vandaag echt rustig aangedaan. Langs het zwembad gezeten, gezwommen, gegeten. Gewoon genoten van het in het villa zijn. En we gaan zo even klaarmaken. Ik zie het echt niet uit. We gaan klaarmaken en dan gaan we wat eten in de stad. En dan vliegen we alweer naar huis, man. Ibiza. Ili zei het al, maar ik ben wel echt lief op Ibiza, man. Dan moet je nagaan, het is nog super rustig. Maar dat heeft hem ook wel eigenlijk gehad. Maar ja, dat eigenlijk. Ik ga nog even een paar zonnestralen pakken. En dan gaan we alweer los. We moeten eigenlijk gaan aankleden. Zie jullie daar? Zeg hallo! Nee, zeg niks? Oké. Wacht! En nu gaan we dus nog een laatste bommetje doen. We gaan een laatste bommetje doen voordat we weggaan. De dames staan al klaar. Wacht eventjes. De cameraman moet goed staan. Hi, Baiza! Lekker man! Deze zwembad ga ik wel even echt missen man, ik zeg je eerlijk. Lekker joh. Ik ga ook nog even een bommetje maken. We gaan weg van de villa man. Bye! Onze laatste maaltijd in Ibiza, tenminste avondeten. Het ziet er tantoeboeng uit joh. Wat heb jij op je bord? Ik heb echt iets vegetarisch en ik vind het echt lekker. En wij hebben octopus en hun hebben vegetarische burger. Ai baiza. Eet smakelijk, dames. Bon appetit. Ik wil echt genieten. Ik wil jullie tegen mij praten. We hebben net de auto teruggebracht en we zijn nu lekker op de airportje. Ja, droge visie. Lekker chill. Kels even een rondje aflopen. En ja, Abaiza is bijna voorbij. Abaiza.
Welkom bij vandaag. Ik vergeet elke keer wanneer ik de vlog open, vergeet ik gewoon wat voor dag het is. Maar het is woensdag en ik ben weer aan het werk. Gisteren ben ik om 3:30 ben ik bij Vanisha, mijn vriendin, gekomen. Want ik slaap hier, want ik dacht ik moet soort van in quarantaine of in ieder geval gewoon eventjes kijken als ik, weet je, bepaalde symptomen krijg of whatever. Gewoon uit voorzorg. Dus ik zit hier, gewoon rustig te werken. Ik had verwacht dat ik heel moe zou zijn, maar dat valt wel mee. Ik denk dat die vermoeidheid echt later komt. Maar ik ben echt blij dat Ibiza gewoon helemaal goed is gegaan. Weet je, dat ze gewoon niks had verwacht en dat de villa waar we in zaten mooi was. Dat lekker weer hebben gehad. Gewoon alles was gewoon echt super nice, man. Dus nu kan ik even niet ontstressen, maar gewoon relaxen. Zoals je al ziet ben ik echt al aan het vervellen. Dat is altijd bij mij. Als ik zeg maar ga reizen en zo, dan ga ik eerst vervellen en dan blijft het mijn kleurtje heel erg. Maar ja, ik ga vandaag gewoon even werken en dan gewoon niks doen. Ja. Hallo. Ik lig eindelijk in bed. Ik ben echt brokkel. Gisteren was ik natuurlijk, of vandaag was ik, om 3:00 pas gaan slapen. En 8:30 moest ik gewoon wel weer werken thuis. En ik stond best wel fit op, maar ik ben nu wel moe, man, merk ik. Maar ik heb vandaag dus gewerkt en de video, de Ibiza-vlogs geëdit. En als ik weer terugkijk, denk ik van, het was zo gezellig, zo leuk. De speurtocht, weet je wel, is gewoon helemaal goed gegaan. Ze had niks verwacht. We hebben alles gewoon goed kunnen fixen. Weet je, ondanks de corona hebben we toch wel gewoon leuke dingen kunnen doen in Ibiza. We hadden natuurlijk vorig jaar gepland en we zouden dus ook gaan party in Ibiza. Daar staat Ibiza ook bekend om. Maar dat hebben we dus allemaal niet kunnen doen. Maar we hebben wel echt kunnen chillen en we hebben ook een villa genomen met eigen zwembad. Zodat we gewoon konden chillen in onze villa zonder dat we zeg maar echt in de crowd moesten. Dus dat hebben we ook vermeden. Maar het was gewoon heel nice en ik ben echt gewoon al mijn wekker. Ik moet gaan slapen. Ik ben gewoon heel erg dankbaar dat het gewoon heel leuk was met elkaar. Dat ze verrast is. En ja man, het was echt super nice. Ik heb echt gelachen, genoten. En ja, ik ga gewoon lekker slapen, man. Morgen weer lekker vroeg op. Nou, lekker gewoon vroeg op. Dus slaap lekker. Tot morgen. Hallo douchies. Het is vandaag woensdag. Nee, donderdag. Het is donderdag, zo, sorry. Ik heb vandaag gewoon gewerkt. Ik heb mijn haar gewassen. Mijn haar is nog echt zo. Maar ik ga nu even koken. En ja, vandaag heb ik niet zoveel gefilmd. Ik ga denk ik niet zoveel filmen. Misschien film ik later nog even. Maar ja, dat eigenlijk. Gewoon even rustig aangedaan. Even bijkomen. Even chillen. Ik ben nog steeds alleen. En, oh ja, misschien ook wel leuk om te vertellen. Of dat vertel ik later. Ja, vertel ik later. Ik heb lekker gegeten. Dat is alweer een tijd terug hoor. Ik heb vandaag iets nieuws geprobeerd. Ik heb vega schnitzel gegeten. En het was echt lekker. Ik heb geen vega schnitzel gegeten omdat ik iets zoek wat op kip smaakt. Of zo, ik kan niet eens meer praten. Anyways, het was gewoon super spannend, man. Echt heel lekker. En ik ga gewoon lekker nu richting bed. Morgen is vrijdag. Almost weekend. En wat ik nog wilde zeggen is dat we vandaag alweer een stap verder zijn in onze proces. Vandaag zijn onze gegevens doorgestuurd naar de bank om de rente vast laten te zetten. Zo, mijn takje gaat niet lekker. En dan ja, ik denk dat het nog 2 weken duurt of zo. Dat we echt officieel een go krijgen. We hebben sowieso het huis al. My feeling. We hebben het huis. Maar om echt officieel te tekenen, zo denk ik nog 2 weken of zo. Dus ik heb er wel echt zin in, man. Maar ja, ik ga slapen. Wilden jullie dit gewoon eventjes meegeven. En ja, tot morgen. Hallo douchies. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Het is 11:00. Ik ben net wakker. Ik heb gisteren niet gevlogd. Ik zou een soort van vloggen na het werk. En toen was ik klaar met werken. Dacht ik, nee man, ik heb even geen zin. Ik was echt een soort van moe. Ik heb gewoon gechilled, series gekeken. Lekker zen geworden. En vandaag ga ik ook gewoon lekker chillen, rustig chillen. Ik ga even lekker ontbijten. En ja, gewoon eventjes bijkomen. Dus het is ook volgens mij niet meer zo heel warm. Maar dat maakt allemaal niet uit. Even lekker ontbijten. Thank you.
ben dus sinds gisteren toch, ben ik een programma begonnen. Married at First Sight. Nou, ik ga gewoon brokken met deze soort programma's. Dat mensen gewoon echt gewoon de lef hebben om dat te doen. Is gewoon echt interessant. Ik vind het echt interessant gewoon. Je gaat gewoon trouwen met iemand die je gewoon helemaal niet kent. En het is ook gewoon bizar dat bepaalde mensen bij elkaar zijn gekoppeld. En hoe ze dan met elkaar omgaan. En ja, ik vind het echt interessant, man. Ik zeg je eerlijk, ik kan hier echt van genieten. Echt genieten. Is echt interessant. Nou, ik had vandaag echt zin om te koken. Lekker zalmpasta. Ik ben benieuwd hoe het smaakt. Het is sowieso wel lekker.